We kijken naar het progressief tarief. En progressief tarief wil zeggen dat naarmate het inkomen hoger wordt, het belastingpercentage ook hoger wordt. Dus als het inkomen hoger wordt, dan wordt ook het belastingpercentage hoger. Dan wordt ook het belastingpercentage hoger. En je moet dat wel echt belastingpercentage noemen, want anders, het is natuurlijk zo, als je meer verdient, dan moet je automatisch meer belasting betalen. Alleen nu betaal je extra veel belasting, omdat het percentage steeds hoger wordt. Nou, ik zal het even laten zien met een stukje uit het filmpje van het rekenen met de schijven. Je ziet schijf 1 loopt tot een bepaald bedrag. Het percentage is 36,5. Nou, je ziet dat die percentages steeds hoger worden. En dat bedoelt men met progressief tarief. Dus de belastingpercentages in box 1 die zijn progressief. Want je hebt daar 36,5, 42 en 52. Dus box 1 is progressief. Box 1 is progressief. Want je hebt 36,5%, 42% en 52%. En naarmate je inkomen hoger wordt, wordt dat percentage dus steeds hoger. Nou, je kunt dus zeggen bij progressief ga je instappen steeds meer belasting betalen naarmate je inkomen hoger wordt. En dat is progressief. Dat is alles wat je daarover moet weten.